Het schoolvervoer vanuit de bus- en boothouders is deze week niet gegarandeerd. Indien de betalingen over de maand december niet voor de 10e worden voldaan, zal het schoolvervoer onmiddellijk worden lamgelegd. Dit zei de voorzitter van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname OBS, Antonius Pukki, aan onze redactie. Volgens de voorzitter is, ondanks de autoriteiten vanaf het begin gevraagd is om de bushouders te betalen voor de kerstdagen, er geen gehoor gegeven aan zijn oproep. Hij meent dat er niet lichtelijk zal worden omgegaan met het nonchalant betalingsgedrag. En om te begrijpen dat wij niet eens geld hebben gehad in december, dat het gegaan is naar januari. Ik bedoel, dat is toch te gek. Maar wij dus niet meer accepteren. En dus wij zeggen, waarom staat het op losse schroeven? Want de 10e is straks weer, deze week nog. En wij staan erop, die mensen hebben dus er kosten gemaakt, geld geleend, want je kan je arbeiders ook niet zo laten zoals ze ons gelaten hebben. Kan je niet maken met zo'n arbeiders. Je gaat geld moeten zoeken, lenen om die mensen uit te betalen. En dat is ook gebeurd. Dus dan moeten ze niet denken van, we hebben 3 uitbetaald, dus die mensen hebben nog geld. Nee, we willen ons geld deze week hebben. Bij Pukki gaat het niet alleen over de betalingsregeling, maar ook het principe dat in dit heel traject ontbreekt. Er moet zich volgens de voorzitter concreet worden gehouden aan de duidelijke gevoerde dialoog. En 1 is onze storting over de maand december, dat is 1. 2 over onze brandstofcompensatie, 2023, januari tot en met april. En het gaat dus om een datumprikken voor de onderhandelingen om te geraken tot tariefaanpassing. Want wij hadden onderhandeld op basis van brandstofprijs SRD 34 en we zijn nu al lang boven de 40. Pukki concludeert dat er misbruik wordt gemaakt van zijn goedheid, wat het werk ten nadele komt. Op basis daarvan heeft hij besloten zich op te stellen als voorzitter en niet meer met zich te laten sollen.